mensen, welkom bij weer een nieuwe video van mij. Ik heb inmiddels weer een weekvlog bij elkaar gespaard. Ik moet alleen wel eerlijk zeggen, ik was al aan het editen en er klopt eigenlijk helemaal niks van. Ik vind het nog best wel moeilijk. En ik ben her en der aan het filmen, maar tussendoor ben ik eigenlijk best wel veel aan het werk. Maar dan ben ik aan het editen en dan zie ik gewoon dat ik hem helemaal vergeten ben te openen of helemaal vergeten ben te sluiten of überhaupt te noemen dat ik in de volgende dag zit. Dus, ik open hem gewoon even zo. Dit is mijn officiële opening. Ik heb gewoon allemaal beelden die ik achter elkaar heb geplakt. We zijn nog lekker bezig skaten. Maar goed, dat hebben jullie vorige week al lang bij Laura gezien. Maar dat krijg je nu pas te zien bij mij. Ik laat jullie nog even een flashback zien naar Friesland. Want ik ben ook bij mijn ouders geweest. Dat krijg je ook even te zien. En ik neem jullie ook even mee backstage bij de promo-opnames van Laura. Maar dan vanuit mijn perspectief. Superleuk. Maar dat jullie het eens even weten. Het gaat van de hak op den tak. Dat weet. Oh, dit is echt wintersport. Maar wij zijn volgens mij de eerste dit jaar die dit doen. Oké, okay, hier worden wij echt uber blij van. Wij zijn diehards. Yo! Yo! Het is inmiddels zondagmorgen en wij zitten in de waggie en we zijn inmiddels net de afsluitdijk over. We zijn inmiddels in Friesland. Poppen! Hey, Nou, Wij gaan eerst even lekker lunchen in Le Van der Valk. Ouais. Avec tes parents. Avec toi, parents. Toch? Dus, oh, tu. Avec tes parents. Ik spreek zo goed Frans dat ik echt zeer goed het accent van de Fransen beheers. Anyway, daarna gaan we lekker naar mijn ouders. En dan gaan we nog even mijn verjaardag vieren, want ik heb mijn ouders al heel lang niet meer gezien. We gaan gewoon even lekker op bezoek. Dus dat gaan we eventjes doen. Dus ik neem jullie weer mee. Hoi! Hoi! Heel eventjes. Zo, nootjes eten bij je ouders. Nootjes eten bij papa en mama. En kijk nou welke knapper het is hier. Mm. Wie ben jij? Mm. Mooie dagoe. Wie is er zo knap? Mooi beest. Wie is er zo knap? Oh, je bent zo lief. Ja. Leukert. Weten jullie waar wij nu zijn? Waar zijn wij, Lau? In het Hotel Van der Valk, Hunne Grijp! Let's go! En hier heb ik dus ooit serieus gewerkt. Ja, ik ook. Wij hebben hier samen gewerkt. En toen waren haar ouders mijn baas. Oké. Zijn we weer. Ja, dat ook erg gezien. Maar dit is even een moment dat we niks aan het doen zijn, hoor. Waar waren ze vandaan? Heerlijke. Oké. Staan we lekker in de zon. Utrecht, maar ze woonden in de Randstad. Oké. Heerlijk, hè, hier. Wat was je aan het doen trouwens? Nu? Ja. Niks, op jou wachten. Je ruikt naar peertjes. Ja, daar ben ik de afgelopen uur mee aan de gang geweest. Die peertjes met de kaneel. Hier de peertjes, daar de soep. Daar de appeltaart. Ja, je hebt weer appeltaart gemaakt, hè? Ja, natuurlijk. Lau, ja. Heb jij onze appeltaart al eens gegeten? Nooit, ik kan niet wachten. Om te proeven. Nou, die is echt heel lekker. Gaan we zo even eten. Lekker. Dames en heren, mag ik jullie voorstellen? De beroemde appeltaart van Van der Veen. Dit is echt vaders recept. Nou, uiteindelijk van oma. Oh ja, is die van oma? Ja. Ja? Het is zo lekker deze. Nou, daar gaat hij. Nou, dat staat erop. Lekker voor je. Hey Luitje. Zijn gewoon onze appeltaart eten en zo. In februari buiten in de zon. Dat is echt het mooiste cadeau ever. En het is gewoon niet koud. Gewoon nul. Het is gewoon nergens nu koud. Want normaal kunnen we dat alleen bij mama de verjaardag. Hé hey, mam. Daar leren we. Met z'n allen. Zometeen komt oma nog even langs. Gezellig. Oh, heerlijk. Er is alleen één ding wat ik niet zo goed mee heb genomen van mijn ouders en dat is het koken. Mijn ouders kunnen dus echt heerlijk koken. Met zoveel liefde en vlees en... Zijn het stoofpeertjes, toch? Stoofpeertjes en wat zit er nog meer in? Aardappeltjes.
toe. Aardappeltjes en een grote pan met soep. Met ballen. Soep met ballen. Heerlijk zien. Hoe lang ben jij hier dan nu mee bezig als jij dit doet? Ik tel het nooit op, want ja, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Ja. Als je één keer bezig bent, dan doe het wel, dat is. Maar jij bent eigenlijk vanmorgen al wel begonnen met vlees op die peertjes of zo? Ja, dan ga je lekker muziekje op en je gaat peertjes schillen. En, heerlijk. En natuurlijk, ook in Friesland, gaat Fredje even doen waar hij goed in is. Het is een knappe zus daar, Xiomara. Die krijgt even een touch-up van ons Fretteke Ted. Eyebrows. Ja, ze heeft ze prachtig laten groeien, gelukkig. Mm-hmm. Dus daar ben ik echt heel trots op. Dus dan kunnen ze weer even een klein beetje bij je gewerkt worden. Mm. Binnenkant. Fijn hè, om zo'n broer te hebben. Heerlijk. Echt ideaal. Echt hè? Wil je ook misschien even je wenkbrauwen epileren, schat? Morgen, ja. En we zitten weer aan tafel met z'n allen. Luitje zit er gezellig bij. En de rest zit rustig te eten. Oma die zit er heel lekker bij, gelukkig. Jongens, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Goedemorgen, wij zijn inmiddels beland in de studio van Blue Circle. Het is nu in Amsterdam. Ze zijn nu verhuisd. En Laudie is nu de promo-opnames aan het maken. We hebben de make-up weer gedaan. We hebben de haar weer op zitten. Mevrouw zit inmiddels weer in de stoel. Ja hoor, ja hoor, ja hoor, ja. Hey! Ben je lekker sowieso dat maakt scare? Ja, ik ben een Snapchat. Oh ja, natuurlijk. Het is zo leuk, hè. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik studio werk, vind ik echt zo te gek. Je bent zo lekker creatief bezig de hele dag. En iedereen heeft een soort van ideeën in zijn hoofd en dat ben je dan met z'n allen aan het uitwerken. Ja, dat is echt te gek. Wat eigenlijk het belangrijkste is dat we er vooral nu gewoon een clean make-upje gegeven hebben weer. Vooral met al die lampen erop. Staat dat gewoon het mooiste, het beste. Dus haar goed, make-up goed. Ja, we hebben even wat kleding gehaald bij Given. En dat is echt te gek dit. Vanuit de studio zijn we inmiddels verplaatst naar een andere studio. Ja. Min 12. I'm ready. Ja. She ready. It's good enough. I think without it's much class here. Yeah. It's good that it's windy. It is, yeah. That's why. Ik vind het haar inderdaad wat groter gedaan, bigger. En hakjes aan, andere outfit aan. En nu gaan we de laatste shots nog even buiten opnemen. En dan krijg je gewoon echt zo'n shot lopen en dan weer een shot als ze bezig is met vloggen. En dan weer een shot lopen en dan weer een ander ding is. Dus daar zijn we gewoon nu mee bezig. En zometeen hebben we klaar. Dan hebben we eigenlijk 3 uurtjes er weer op zitten. I like this. On the wall. Turn. That's it. Zo. Ik zit heerlijk op de bank. Ondertussen ben ik de was aan het opvouwen. Lau zit beschermd achter haar appeltje. Hallo! Die was echt leuk. En we zijn ondertussen een hele leuke film aan het kijken. Tenminste, ik ben een horror aan het kijken en ik hou ervan. Ik hou het voor gezien van vandaag. Het was echt super leuk. Leuk toch, Lau? Hey, topdag. Ik ga even zo. Wiep, wiep. Hoi! Topdag, had vrede. Dat echt... is leuk, hè? Ja, I want thank you. Ja. Heel erg voor mijn make-up en hair. Ja, graag gedaan. En je bent echt een goede assistent. Graag gedaan. Ja, het was echt leuk. We hebben echt een hele productieve dag gehad. Dat was echt chill. Nou, voor iedereen, joejoe. Tot de volgende dag. Yo. Hey, lieve mensen. Ik ga hem afsluiten. En ik lig op de bank. Het is al de tweede dag dat ik muziek heb gemeld. Ik ben zo beroerd als een hond. Gewoon griep. Ordinaire griep, maar echt spierpijn en koud en gillen. En... maar goed, dat doe ik niet vaak. Maar soms moet je even aan jezelf denken. Ik zit gewoon heerlijk alleen maar films te kijken. Ik ben nu bij Lau thuis. Die is met de bek lekker op wintersport. En ik lig thuis op de bank. Oh, dat is echt niet oké. Ik krijg het de hele tijd van die Snapchats. Het is echt super frustrerend. Maar goed, ik pas lekker op Beep. Beep die ligt nu in haar hoekje daar. Ik heb een super toffe week gehad. Heel veel gedaan. En doe even een duimpje omhoog als je me beterschap wil wensen.
En vergeet ondertussen niet te abonneren. Ik weet nog niet waar ik hem ga zetten, maar dat maakt niet uit. Ik zie jullie de volgende keer. Dankjewel en ciao ciao. Sweet baby, sweet baby.